praten over vroeggeboorte, dat doe je niet iedere dag. Het fenomeen is nog onbekend bij velen. Niet voor Melissa van Hoef, zij is met 27 weken geboren. Had erbij een groeiachterstand van 5 weken. Zij wil juist dat dat taboe doorbroken wordt. En dat doet ze met haar platform Van Klein Naar Groot. Mede daarom schrijft ze nu aan bij ons in de studio. Melissa, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, allereerst gefeliciteerd, want je platform bestaat 6 jaar vandaag. Ja, dankjewel. Neem me even mee, want je vertelde mij net, toen de muziek aan het spelen was, dat is eigenlijk begonnen als een grapje. Ja, Van Klein Naar Groot is eigenlijk begonnen als een grapje. Ik kwam op Facebook bij de toen nog Vereniging van Couveuseouders een oproep tegen dat ze een verhalen zochten over mensen die te vroeg geboren zijn en wat het te maken heeft met zicht en met het gehoor. En ik dacht, nou ja, bij mij is dat allebei. En het komt van mijn vroeggeboorte af. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn verhaal aan mijn ouders vragen en insturen. En ik zie wel hoe ver het komt. Ja, zeker. Ik kreeg daar heel veel reacties op. Omdat je normaal van de ouders en dan met name van de moeders de verhalen hoort. Maar eigenlijk nooit van het kind zelf dat te vroeg geboren is. Jij in dit geval? Ik in dit geval. Ja. Toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van oké, mensen willen hier toch meer over horen. En ik ga proberen om mijn verhaal te delen, omdat het dat al zo goed ontvangen was. En ik dacht, ja, weet je, als het niks wordt, dan is het niks. Ja, tuurlijk. Dan kun je het nog altijd verwijderen van Facebook en van Instagram. Ja, nu ben je 6 jaar verder. En nu ben ik 6 jaar verder. Ja, wat merk je van dat platform? Want jij zit ook regelmatig bij verschillende media. Mag je erover praten? Merk je dat jouw platform een bepaald effect heeft? Dat je daar dingen mee bereikt die je van tevoren als doel had en die dan nu lukken? Ja, rondom vroeggeboorte. En als ik voornamelijk praat over mijn geboorte. Dat is nou eenmaal gebeurd en ik kan alleen maar mijn verhaal delen. Ik heb er wel een aantal vriendschappen aan overgehouden. En dat is dan sowieso wel superleuk. Omdat je hoeft minder aan die mensen uit te leggen. En ze begrijpen bepaalde dingen toch iets sneller. Omdat je in die wereld praat. Ik had eigenlijk niet echt een bepaald doel met Van Klein Naar Groot. Ik dacht, ik zie wel waar het schip strandt. Ja, zeker. Ja. Hey, en die vroeggeboorte, merk je daar nou op dagelijkse basis nog heel veel van? Of is jouw leven inmiddels zo aangepast en is jouw gedachte er zo aan gewend geraakt dat je niet meer iedere dag denkt, oh, dit is gebeurd en daar heb ik nog zoveel last van? Ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig in het dagelijks leven. Ik weet dat met name bij mij mijn gehoor daar vandaan komt, dan ik ben slechthorend en draag daar de hoortestellen. En ik weet dat dat van mijn geboorte komt, maar het is niet dat ik elke dag met de gedachte opstaan van, oh, dit heeft daar mee te maken. Nee. En ik sta zelf er ook heel nuchter in van, ja, weet je, het is nou eenmaal gebeurd. En dat is heel vervelend, maar daar kan er toch niks meer aan veranderen. Nee, dat klopt. Nou, heb ik jou al eerder ooit in een ander programma, in ons journaal op tv, hebben we jou geïnterviewd. Ja. Ik volgde jou op Facebook en ik zie op een gegeven moment een berichtje voorbij komen over extreem gehoorverlies. Ja. Dat je op een gegeven moment wakker wordt en dat het in één keer voor hoeveel procent was het weg? Ik hoor sowieso als, ja, zeg toen dat tijd aan allebei de oren 50%. En ik was toen, zat ik rechts toch wel rond de 190. Best wel veel. Ja, ik hoorde bijna niks meer. Bijna niks meer. Of ja, eigenlijk hoorde ik niks meer, maar de testen die zeiden, je bent gewoon doof aan die kant. Ja, maar hoe kom je daar dan toch weer overheen? Want je zit hier nu als een hartstikke vrolijke meid. En ik geloof, volgens mij is het ook weer een beetje bijgetrokken. Ja. Maar dat zijn wel, iedere keer is dat weer het volgende en het volgende. Hoe blijf je toch zo positief, Melissa? Ik denk mijn netwerk, iedereen om me heen. En blijven praten. En ik heb natuurlijk wel vrij snel daarna een video daarover gemaakt. En heel veel positieve berichten ontvangen en sterkte berichtjes. Ja. Maar ja, ik liep in die week echt als een zombie rond. En dat is op die video zelf ook te zien dat ik heel anders was dan dat ik normaal ben. Ja. En er is heel snel gehandeld door de Odyssean. Dus ik denk dat dat heel veel heeft gedaan. Ja, jouw platform heet Van Klein Naar Groot. Waarom moeten mensen jou opzoeken en gaan volgen? Wat gaan ze daar terugvinden? Ze vinden daar vooral veel terug over vroeggeboorte en
over dat het ook positief kan uitwerken. Dus dat niet gelijk elke vroeggeboorte, ondanks dat het een negatieve situatie is, dat het ook gelijk negatief hoeft te eindigen. Mm-hmm. Iets wat ik vooral belangrijk vind, is dat mensen ook weten dat je ook gewoon een normaal leven kan leiden. Want er wordt vaak een prognose gesteld van dat mensen verstandelijk beperkt worden of heel zwaar beperkt worden en niet thuis kunnen wonen. Ja. Of dat het kindje het komt te overlijden. Mm-hmm. Dat was bij mij in dit geval ook geweest, maar ja, daar is eigenlijk helemaal niks van waar gekomen. En ik leef gewoon mijn leven. Ja. En ik ben nu recent heel veel bezig rondom het gehoor, omdat dat iets is wat bij mij hoort en wel aan mijn vroeggeboorte te linken heeft. Ja, en dat is iets wat gewoon zich nog altijd dagelijks blijft ontwikkelen. En daar kan ik heel veel over vertellen. En over mijn geboorte niet meer. Wat ik daar graag aan wil toevoegen is dat je zo ontzettend eerlijk en open bent op dat platform. Dat is echt meer dan de moeite waard om het alleen al daarvoor te gaan volgen. Omdat als ik zelf er even heel over nadenk, denk, ja, je kan zulke verhalen lezen en dan komt het niet dichtbij. Maar omdat je er zo persoonlijk en zo eerlijk over bent, leer je jou ook steeds meer kennen. Dat vind ik echt mijn grootste complimenten daarvoor. Ja, dat je zo eerlijk en open daarover bent. Zijn nu 6 jaar verder. Ja. De komende 6 jaar, hoe gaat dat platform nog groeien? Ik hoop dat ik nog heel veel dingen mag doen met Verklein en Groot. Ik heb niet een bepaald doel, waar wij net ook al over hadden. Verklein en Groot is van mij en het moet leuk blijven. Mm-hmm. En ik moet niet een doel voor ogen hebben. En ik kijk, als ik iets wil posten over iets, dan post ik dat. En als ik daarachter sta, maar het is niet dat ik elke dag verplicht iets moet plaatsen. Nee. Als ik een paar maanden niks weet van oké, dit is leuk om te plaatsen, dan plaats ik een paar maanden niks. Nee. Nee. En als ik wel iets vind, dan oké, dan plaats ik dat. Ja. Dus. We zijn nog lang niet klaar met Van Klein naar Groot. We zijn nog lang niet klaar. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, en je open en eerlijke verhalen. En Van Klein naar Groot te vinden op Facebook. Ja. Te vinden op Instagram. Website ook nog? Nee, dat niet. Nou, Facebook, Instagram, zoeken Van Klein naar Groot. En dan kan het niet missen. Melissa van Hoef, dankjewel. Yes. Hier hoor je, hier hoor je.